In de vorige aflevering van het verhaal van Ixion. Ik ben bezig met een laboratorium, maar daar ga ik ook DNA-testen uitvoeren. Misschien dat ik dat dan wel kan regelen. Oké. Ja, maar ja, ik zou eigenlijk wel dat DNA-testje willen doen. Wanneer kan ik langskomen voor dat, kunnen we langskomen voor dat lab? Ja, ik zal toch heel snel moeten gaan werken dan aan het lab. Maar ik hoop donderdag of vrijdag misschien. De dagen gingen hard voorbij. En na het verzamelen van de spullen die ik nodig had, kwam ik weer terug in Robbieland. Met mijn lab af. En klaar om het DNA-test uit te voeren. Oh, zo, ik ben weer terug in Robbieland. Er is inmiddels veel gebeurd en we hebben al veel gebouwd. En ik heb ook veel resources weten te vangen. En de technologie van vroeger, ik heb het toch een beetje onthouden en heb het weer kunnen gebruiken in mijn lab. En op het punt dat ik met trots mijn lab wilde laten zien, stond ineens Nooxie op het plein. Hey, voordat wij... We krijgen natuurlijk mijn DNA testen. Ja. Zou ik het lab mogen zien? Ik wil eigenlijk wel een beetje weten waar ik getest word, zeg maar. Oké, dat kan. Zoals je hoorde had ik nog wat vragen, omdat ik het nog niet helemaal had voorbereid. Ik deed nog één laatste check en toen was Nooxie welkom. Ga maar even voor de deur staan. Deur? Oh, dit is een deur. Ja. Oké, blijf maar even wachten. Zo, word je even gecleansed. Momenteel wordt dat gedaan. Gaan even alle slechte dingen gaan eraf. Even kijken. Ja hoor, dan ben je welkom. Loop maar even door en kijk naar de painting alsjeblieft. Dit is niet zomaar een painting namelijk. Nooxie. Ja? Gezicht herkend. Oké, top. Welkom. Ik heb Nooxie een rondleiding gegeven door mijn lab. Om haar te laten zien wat allemaal de bedoeling was en hoe de computers werkten. Zo heb ik een plekje voor Robbie gemaakt om zijn data te uploaden en downloaden. En natuurlijk de DNA-scan. Alleen toen ik het allemaal had laten zien aan Nooxie, wilde ze mij nog wat vragen. Iets aparts. Oké, maar wacht. Ik wil even iets serieus bespreken. Oh ja, ja. Zie je deze mooie diamonds? Ja. En dit gold. Ja. Yeah. En deze golden carrot. Ja. Yeah. Zou je die graag willen hebben? Ja, natuurlijk. Kunnen wij ervoor zorgen dat ik al deze spullen, en nog meer, dat ik hierna nog meer aan jou geef, en dat jij de DNA-test voor mij een soort van manipuleert? Dat de resultaten op een andere manier worden uitgetest. Dat het de uitkomst toch wat anders is. Hoe zie je dit voor je dan? Ik bedoel dat we beide gaan testen en dat eigenlijk het resultaat, dat jij iets met die technologie doet. En dat het resultaat is dat Kenzie en ik daadwerkelijk vader en dochter zijn. Ik moet zeggen, ik data liegt niet. En ja, maar wat er ingaat, ben je goed in technologie? Ik denk dat jij dat wel kan manipuleren, toch? Dus wat jij wil is dat ik ervoor zorg dat het DNA van jou en Kenzie hetzelfde is? Ja, het wordt wel echt veel werk, want die computer die genereert gewoon jouw code. En bij Kenzie genereert die Kenzie's code. En dat zou ik dus dan moeten veranderen of zo? Zullen we afspreken 5 golden blocks, 5 diamond blocks? Diamond blocks. Of 10 diamond blocks. Ja, dat kunnen we wel goed gebruiken. 10 diamond blocks? Dit is geen 1 april grap, hè? Dit is geen 1 april grap. Nee, dit is heel serieus. Oké. Ja, ik zal mijn best doen. 10 diamond blocks? Is goed. Heb je dan nu al wat om te laten zien? Want dan... Ik heb 1 diamond block voor je.
Oké. Maar dan heb ik wel even een crafting table. Je kan ook gewoon die duimen stoppen, dat is goed. Hier, wacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dit is één diamond blok. Oké, ik kan je alleen niet garanderen dat het lukt. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb er vertrouwen in. Die technologie, jij kan er zoveel mee. Als je kijkt naar dit, je kan dingen laten duplicaten en zo. Je hebt PC's. Dit moet toch lukken? Ik zal kijken of ik een hek kan schrijven in de tussentijd. Oké. Ik ga mijn best doen. Oké, dat is heel fijn. Dan ga ik... Zou je de labjas weer uit kunnen doen? Ja, de labjas. Dat is inderdaad wel handig. Kom maar mee. Mag je naar buiten? Oké, tot zo. Jij weet van niks, hè? Nee, ik weet niks. Okay. Ja, ben je klaar? Ja. Doei, bedankt. Dat is toch wel raar. Ik ging aan het werk om de hek te schrijven. Maar ik was toch benieuwd wat het echte antwoord was. Dus ik had geregeld dat ook dat uit mijn computer zou komen. Na dit geregeld te hebben, waren Kenzie en Nooksie aangekomen. Maar moesten we eerst Robbie ophalen. Oké, nou, kom maar mee. Oh, Robbie zit in zijn oplaadstation. Hey, boep. Oh. Ja, hij is aan het opladen nu. Dit klinkt niet goed. Nee, jawel, dit is zijn oplaadgeluid. De energie hoor je nu. Oh ja, ja. Hij hoort ons. Wacht even. Robbie? Robbie online? Hallo? Is je aan het updaten? Ja! Oh. Hey, Robbie! Hallo? Google, open deuren. Wow! Hey, Robbie. Ben je geüpdate? Ja. Top. Hé, hey, je bent er natuurlijk ook voor de DNA-test. Hallo. Was je... Hallo. Oh. Hallo. Oh, sorry. Ik ben een zwaai. Niet te dichtbij komen. Hallo. Ja, is goed. Dat is Kenzie. Hallo. 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 Dag. Dochter. Kenzie. Ha. Nee. Dat wordt... We zijn hier voor een test om te kijken of... Voor een test? Ja, die is vandaag, Robbie. Ja, kom maar mee naar het lab. Oké, ik ben benieuwd. Lekker pissen in een potje. Ga maar voor. Okay. Ja, oké. Okay. Ik heb trouwens, voordat we verder gaan, ik heb even een vraagje. Horen jullie dit? Wow, what the hell is dat? Oké, nou, nee, dat is... dat was Hobby. Oké. Okay. Huh? Kan het uit je kont? Wat? Is dat een robotscheet? Oké, kom maar even binnen. Okay. Kom maar er langs. Blijf alsjeblieft even boven staan. Ja, oké. Oké, Robbie. Okay. Oh, zeg maar anders even gedag tegen Rolf de Wolf. Dan ga ik eventjes het lab voorbereiden. Even kijken. Computers ingesteld. Ja. Oké, Kenzie, kom maar binnen. Yes, okay. Dankjewel. Je wordt even gedesinfecteerd momenteel. Oké. Zo. Oké. Ja, kom maar verder. Zou jij eventjes naar de gezichtsscan kunnen kijken? Ja. Oké. Super oud. Kenzie. Gescand. Oh shit. Dat top. Oké, welkom. Kom maar even hier kijken. Jouw papa. Hier kan je zo meteen een labjas aandoen, maar je kan hier ook even wachten. Loop alsjeblieft nog niet verder. Nee, ik zal wachten. Nooksie, kom binnen. Ja, kom verder. Ho. Zo. Dan mag jij ook eventjes tegen de gezichtsscan aanstaan. Oké. Wat doet dit? Nooksie. Ja? Gescand. Oh. Dat is een leuk Brabants accent ook, dus mooi. Nou, wie? Top. Wat? Kom maar verder.
Ik heb maar hoor, Robbie. Robbie ook scannen? Robbie. Was chef en witgeus een gescand. Oké, jij ook. En nu doe je pakje aan. Ik zei dat pakje aan. Nou, leuk dat jullie er zijn. Nou, kom even verder. Even eerst naar de andere kant toe. Ik zou even een kleine inlichting geven van wat hier is. Dit zijn de computers. Hier zit Robbie meestal voor zijn updates en voor de datatracking. Dan kan Robbie hier zo zitten. Ja, Robbie streamen hier. Oké, nou in ieder geval, ik zal even uitleggen. De data wordt hier in de eerste computer opgeslagen, bekeken en dan wordt het doorgestuurd naar deze. En hier wordt het op de harddrives gezet en dan staat het in mijn systeem. En daarmee kan ik dus ook de herinneringen van Robbie checken, maar ook updates doordraaien en dergelijke. Nou, dat gebeurt hier. Maar ja, ik heb eigenlijk mezelf nog niet getest aan deze machine. Ik ben wel benieuwd of dat ook een keer kan, maar dat zien we dan wel een keertje. Dus wat is wat er nu van ons verwacht? Ja, kom maar mee. Dan gaan we hier naartoe. Oh, wow. Dit zijn de DNA-scanners. Oh. Nee, dit niet. Nee, dit is om de straling tegen te gaan en betere verbinding te hebben tussen de machines. Dit is een verbindendeler. En ja, dit zorgt er in ieder geval voor dat mocht ik een test doen, dat er niks tussen komt. Dus dat is wel belangrijk. Als ik hem wel aanraak. Exact. Dan hebben we hier een capsules waar jullie zo meteen in moeten. Dit lijkt... Bij één capsules? Ja, dit is de makkelijkste manier om jullie DNA te testen. Anders dan moet ik een haartje van jullie afhalen. Maar dat is in deze wereld een beetje moeilijk, want jullie hebben alleen maar blokjes. Als ik dit had geweten, had ik mijn bikini aangedaan. Oh, ja, nou ja, komt goed. Dan komt jullie DNA, als jullie er straks in zitten, komt het hier op binnen. Dan zal ik ook wat codes moeten intypen en dan krijg ik het uiteindelijk eruit. Als jullie hier naartoe kijken, dit is mijn DNA. Daar zien jullie ook het DNA staan. Zoals jullie kunnen zien... O-E-2-A-X-M. Ja. Dat is het DNA. Dit is... Lees ik. Ja. Dit is gewoon een code. Die code is gewoon uniek bij iedereen. Hij kan ook niet hetzelfde zijn. Dat is vrijwel onmogelijk. Het is ook belangrijk dat je begrijpt dat mijn DNA ziet er anders uit dan de meeste hun DNA. Dat komt omdat ik natuurlijk van 1000 jaar geleden leefde. Omdat ik zo lang erin heb gezeten, is mijn DNA ook aangetast. En de veranderingen van de wereld, dat heeft mij toch anders... Nou ja, mijn DNA is daardoor toch anders gestructureerd. Heb je al matches gevonden met jouw DNA? Nee, ik denk ook niet dat dat mogelijk is. Toen ik wakker werd, was ik ook alleen. Dus ik ga er niet vanuit dat iemand van mijn familie of zo nog hier zou zijn, eigenlijk. Oké, Nooksie. Okay. Nou. Het is heel belangrijk dat jij op deze komt staan. Oké. En dan, Kenzie, kom jij maar op deze. Maakt uit waar ik sta? Nee hoor, nee. Dit is even gewoon zo. Dan gaan jullie... Ja, oké. Alright, dat is goed. Dan mogen jullie de labjassen uitdoen. Kenzie, mag jij als eerst erin gaan? Oh, spannend. Even kijken. Blijf er zo lang mogelijk in. Als je geen adem meer kan halen, kom dan maar snel naar boven. Ja, dan mag je erin. Oké. Zijn we er... Ja, kan ie? Ja hoor. Voordat ik erin spring, Nooksie. Alvast mijn excuses, maar ik denk niet dat ik jouw biologische vader ben. Maar deze test gaat dat... laat dat zien. Ja. Daar gaan we. DNA sequence started. Matching numbers. Numbers matched. Ga maar omhoog. DNA matched. Kom maar hoor, DNA is gematcht. Ik zal even kijken. Ik heb hier de DNA. Heb je een handdoek voor me? Oké, kom maar even mee. Ik heb hier DNA binnengekregen. Het is, bij iedereen is het uniek. Bij jou is het 09 32
Ja, en dat is een speciale nul. Ik moet zeggen dat dit een DNA is wat... is vrij bijzonder. Oké. Okay. Oké, okay, Noeksi, dan mag je weer even gaan staan. Ja. Yes. Doe ik nog even de laatste checks. Oké, okay. Ga ik nog heel even checken aan het water. Water is goed. Ja. Fijn. Noeksi, je mag erin gaan. Even kijken. Als je bijna geen adem meer hebt, dan mag je even naar boven gaan. Noeksi, ben je er klaar voor? Dan klopt het wel. Ja, ik ben er klaar voor. Yes. Oké. Okay. Ga er maar in. Zo. Ik dacht dat dit... Oh, oké. Okay. DNA matching. Numbers fixed. Ik voel me alleen niet zo heel erg fijn hierin. Wat kun je goed praten als iemand die onder water zit? Numbers matching. Wacht, hier. Ik voel me niet heel erg fijn hier, zo. Okay, yo, wacht even! DNA checked. Looping. 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 Jongens, ik weet niet zo goed wat er gebeurt. Wacht even hoor. Looping. Wat is van hand? Looping. Error occurred. Oh, DNA has been found. Oh, error. DNA lost. Wat? Ik snap, wacht even hoor, ik snap dit. Wacht even. Huh? Wat gebeurt er? Is het nog veilig hier? Oh, nee. DNA checked. Maar oh. Moet je eruit? Lost DNA. Hè? Huh? Wat? DNA checked. Wat is er? Wat gebeurt er? Mag ik eruit? DNA matched. Het is niet fijn hier. Het mag ik eruit? Error found. Error? Oh, what? Error found. In de volgende aflevering van het verhaal van Ixion. Noeksi? Ja? Ixion? Jij hebt exact hetzelfde DNA als ik. Wat hadden wij afgesproken? Ja, ik weet het. Je krijgt je diamonds terug, maar je bent mijn zusje. Is er onmogelijk? Is er... I know. Nee, is er is geen... Nee, nee. Dit is gek. Wacht even. Ja? Dit klopt niet. Alweer? Je herinneringen stoppen opeens.